17 november 2021. Ulfert Nonkes vertelt. Ulfert, inmiddels 82 jaar, vertelt over de verbintenis van zijn familie met Dennenoord. Al voor 1900 werkte Nonkes op Dennenoord. Kunt u vertellen over hoe de familie Nonkes betrokken raakte bij Dennenoord? Ja, dat was de tijd dat opa Willem hier naar Zuid-Laren ging om verpleger te worden. Het was natuurlijk een tijd, eind 1800, een tijd van harde werk op het, veelal op het land en voor de familie Nonkes en bijzonder veel in het veen. En dat veen, dat zat bij de Wilp, Ureterp in die omgeving. En ik zou me kunnen voorstellen dat men op een gegeven moment stelde van, kijk, het wordt wat minder daar met het veen, wat gaan we nu doen? Er ligt nog heel veel veen in Drenthe. En zo is het ook gebeurd. Het hele gezin is vanuit de Wilp, waar nog steeds een Jan Gosse Nonkes wijk is, die is vertrokken naar de veen in Drenthe, Wedde, Onstwedde, daar in die omgeving. Er is ook nog ergens een straat in Hardenberg, ook nog van de Nonkes. En wat mij bij het nazien van papieren opviel, het waren toch ook wel, er zat handel in. Want men praatte niet meer over arbeiders in het veen, maar er waren een veen, er was een bepaalde naam voor. Ze kochten land op en gingen vervenen. Is haar ook personeel. Dus ze waren echt een beetje wat, ja, van die zakenlui. En daar viel één uit, dat was Willem, ook mijn opa. En die vertrok naar Zuid-Laren. En die is dus in de verpleging gegaan. In 1997 kwam hij. En het was toen zo dat je een opleiding kreeg, een interserve opleiding, die 3 jaar duurde. Dus in 1900 hield hij zijn diploma. Toch is hij op één punt gezakt, moest hij weer overdoen. En dat was toen heel belangrijk in de gereformeerde grondslagen van Dennenoord, de godsdienst. En dat heeft hij over moeten doen. Maar dat heeft hij gehaald en is als man en broeder verpleger daar jaren werkzaam geweest. Ik heb hem bewust gekend als zijnde gepensioneerd. Maar ik hoorde wel eens verhalen van hem. Het was een klein pittig mannetje, rustig mannetje, die bekend stond als er opgetreden moest worden en daar was agressie bij, dan was hij wat men noemde zogenaamde aanvaller. Dan ging hij erheen met een kussen, dook op de been en wanneer de patiënt uit zijn evenwicht was, dan kon de rest daar de zaak afhandelen. Dat werd mij eens een keer verteld. Ik zei, hé, dat is wel frappant. En opa is hier gekomen, heeft verkering gekregen met oma, die kwam uit Stadskanaal, Nieuwbuin uit die omgeving. Alleen ja, daar begint de moeilijkheid. Twee die verkering hebben op de Noord, nee, dat kan niet, dan moet er één weg. Dus oma werd overgeplaatst naar Wolfhezen. Daar is hij nog geweest. En goed, ze zijn getrouwd, mogen weer terugkomen. Ja, en dan getrouwd zijnde, dan mijn vader, oom Sietse, oom Jan, ja, 3 jongens. Waarvan oom Sietse op een gegeven moment, op
op 20-jarige leeftijd de verpleging inging. En dat is niet goed afgelopen. Hij heeft nog intern is hij geweest, kamertje gehad in paviljoen 13, dat heette toen Parkzicht. Dat was een opnamepaviljoen. Hij kreeg daar longontsteking. De medische wetenschap was nog niet zo ver dat men daar afdoende op kon reageren. Hij is nog in Groningen geweest, maar in 1934 is hij aan longontsteking overleden. Ja, dat sloegen we natuurlijk wel in. En ik vertel het eigenlijk nu, omdat jaren later, toen ik in de verpleging inkwam, op hetzelfde kamertje heb gelegen, ziek ben geworden en heb meegemaakt dat daar een hoofdverpleegster stond, zuster Beuving, Heuver, die met alle schrik mij zo goed mogelijk heeft verzorgd, want ik begon te ijlen. Ik wist niet hoe de thermometer meer aangelegd moest worden en zij had één ding op de kop, hier sta ik. Ik stond hier bij Sietse Arends, waarvan het grafsteen nog op het begraafplaats van Dennenoord is. En hier ligt Ulfert, ook nazaat nonkers, en gaat het dezelfde weg. Nou, gelukkig niet. Ik heb het wel gehaald. Maar dat was het kenmerkend. Eén naam op Dennenoord, nauw verbonden, is eigenlijk alle jaren daar geweest in behoorlijk aanzien, dat was mijn vader, Gosse. Die kwam ook op Dennenoord, maar eerst niet in de verpleging, die was timmerman. En dan was het zo op Dennenoord, als er weer geld was, dan werd er weer een jonge timmerman aangenomen, maar er was geld op, dan moesten ze weg. Dus hij heeft in die tussentijd bij verschillende aannemers gewerkt. Zelfs heeft hij gewerkt aan de Philipshuisjes in Eindhoven. En toen later kwam hij weer terug, toen was er weer wat geld, dat was al in de oorlog, begin oorlog. Toen is hij dus als timmerman aangenomen. Maar, en ik meende in 1943 is er een akkefietje geweest met de wasbaas van Dennenoord. De wasbaas die ging 's nachts in de slagerij zich voorzien van vlees. Jan Dijkstra. En Jan Dijkstra vergat zijn persoonsbewijs, maar vergat ook zijn jasje. Dus andere daags werd Jan Dijkstra en ik geloof dat die andere een menger was, Steenbrug, dus weet het nog, maar werd hij opgepakt en werd ontslagen. Pa kreeg een aanbod in de wasserij. Nou, hij heeft er wat ding aangehikt. Er waren meer die daar wel invielen, onder andere Van de Boer, een schilder. Maar uiteindelijk, hij is daar gebleven en heeft het zich eigen gemaakt en is als wasbaas daar gaan werken. Maar daarnaast ontpopte hij zich als een enorme vergaderbeest eigenlijk. Als je nu vraagt, hoe vond je je vader? Dan zeg ik, ik ben o zo trots op hem. O zo trots. Maar als vader heb ik er weinig aan gehad. Als ik wel jongen bij huis en pa kwam thuis, dan was het om 4:30 stil, want pa komt zo thuis en die moet stukken lezen. En pa die moest s'avonds stukken lezen. Mijn pa die was een bondsman van hart en nieren. Hij was AR-politicus in hart en nieren. De naam Smallebroek Rolfink, die werd mij als kind al heel bekend, hè, want daar ging je ook mee om. Hij, kerk, school, ja, waar zat hij niet in, van kerk, was hij geen diaken, dan was hij ouderling, of hij was kriband, of hij, hè? Dus dat was één, er waren wel meer. Je had
ja, er ook bijvoorbeeld broeder Jansen, hè, die heette Vrome Jansen. Ja, Luie Jansen en Vrome Jansen, maar die Vrome Jansen, kijk, daar had je dan de hulp aan. Dat, en ze kwamen ook samen in de politiek terecht. Want pa is jaren in de raad heeft hij gezeten, is wethouder geweest. Heel frappant. De Kuikens Munnige, de grootvader van de huidige weerman, die na 2 jaar is hij plots overleden. Een zittingperiode is 4 jaar, maar pa zat in de raad, maar die werd wethouder. Ik weet al niet meer of hij 2 jaar of 6 jaar erin als wethouder. Maar je was dat ongeveer? Uw vader was schorsen? Mijn vader was schorsen en die heeft een enorm deel, het eigenlijk het voornaamste voor Dennenoord was voor personeel. Want er was nog geen ondernemersraad. Er was een commissie van overleg. Dat was in de jaren 40, 50? Ja, ja, ja. En toen ging pa heel vaak met de toenmalige directeur naar Wolfezen, want daar stond het hoofdkantoor, om te overleggen. Voor jou en voor mij, bij wijze van spreken, kan die nog in een andere groep, kan die wat meer verdienen. Alleen even gaat hij zichzelf, hij heeft nooit het meeste verdiend, vond ik. Maar ik was hartstikke trots op, want pa die werd aangesproken en pa die sprak voor de groep. Want hier was een grote groep CNV'ers hoor, 2 groepen zelfs, wel 400-500 leden op een gegeven moment. Maar pa dat was, en daar was ik trots op. Ja, hij had een zoon, dat was ik dan. Maar ik was niet politiek geïnteresseerd. Dat vond ik wel jammer. Want ik had niet zoveel van hem. Ik had meer van zijn broer Jan. Dat was een beetje een enfant terrible. Nou, ik ook. Druk te maken. Maar pa kon zo mooi rustig wezen. Iedereen laat praten in een commissie. En dan zei hij, hebben we eigenlijk daar wel eens aan gedacht? En hebben we daar wel eens aan gedacht, dat men zei van, verdorie, zullen we dat niet eerst eens proberen? Nou, dat tekende hem. Dat is wel in tegenstelling van mij. Maar goed, pa is dus tot zijn pensionering in de wasserij gebleven. Er kwam nog eens na de, niet zo lang geleden, een jaar of 10 terug, bij mij de vraag, pa, waar was je in de oorlog? Ja, want meerdere jongens die zeiden, mijn pa, hè? En dan zei je, waar stond jij en waar was jij in de oorlog? Ja, dan komt er ook weer een min of meer een apart verhaal. Hij kreeg een oproep voor de arbeidsinzet. En hij ging naar mijn oudste zus, die nog leeft, maar helaas dement is. Maar dat verhaal nog precies weet, ze zegt, pa kwam bij me, pak je koffertje in. Pa brengt je straks naar juffrouw Knort, want je gaat een paar weken logeren. Maar pa moet eerst nog even naar Dennenoord. Dan komt hij weer terug. Dat reisje Dennenoord is geweest naar het hoofdgebouw. En toen zegt hij, ik ga weg, want ik heb er zin zet. Wat doen we? En toen is er enorm een beweging gekomen. Men heeft de burgemeester ingeschakeld, de ortscommandant. En men heeft, om een lang verhaal kort te maken, beslist, zolang als er nog 1 patiënt is op Dennenoord, waar was van komt, en later hebben de Duitsers er ook gebruik van gemaakt, want die gebruiken de machines ook, maar zolang als er nog 1 is, dan blijf jij op je post. Hij is naar huis gegaan, zei tegen mijn zus, pak je koffertje maar weer uit. Dus, hè, maar hij was wel goed op de hoogte, want hij wist dat er onder in de wasserij al die onderduikers zaten. En hij maande ze wel eens, jongens, er is net gekookt en dat trok door die planken heen. En daar ben ik niet gelukkig mee. En hij had wel overleg met Verwering en zo. Dus dat deed me goed, hij zat aan de goede kant. Nou ja, het overkomt je dan. En Fen,
hij is dus altijd daar gebleven. En wij als kinderen groeiden op en zoeken dan ons werk. Nou, ik zal je vertellen, ik had een pest naar school. En ik, toch was ik pinter genoeg. Maar ze zeiden, hij vlieg je zo aan. Zonde. Wat moet je? Nou, Amberschool. Kom ik op Amberschool. Ik heb ook een thuisgezicht van Amberschool. Pinter genoeg, maar geen tennisinzicht. En ongeduldig. Als je nou zegt, leg dat daar neer. Dan leg ik het daar neer. Maar hoe zou je dat daar neerleggen? Moet je er niet aan denken zetten. Dat was leren. Nou, tja, kom je van school, 15 jaar. Nou, ja, wat wil je nou dan? Nou, ik wil wel mijn pa. Ik wil pa wel helpen met de wasserij. Oh, ja, maar dat kan niet. Want vader en zoon in één bedrijf mocht niet. Maar dan kon pa ontzettend goed met meneer Visser, de econoom, overweg. En meneer Visser streek zich over het hart en zegt, nou, neem hem eerst maar. We kunnen hem altijd nog eens zien. En ik ben in die wasserij gestapt, ook weer vakdiploma, witwasindustrie, chemische industrie, het vloog me aan en ik heb ze. toen kwam de tijd, ja, jongen die is een jaar of 17, maar het mag niet, vader en zoon in een bedrijf. Niet wetende dat binnen een jaar er een kapper kwam met twee zoons. Toen mocht het wel. Maar ik moest daar weg. Nou, wasserij gezocht. In Groningen, wasserij Haan. Nou jongen, ik had een paar maanden gewerkt, maar om dood te gaan. Want die werkte met netjes, er kwam was in. En als dat nat is, 40 kilo. Dat deze jongen, die kon niet meer. Hij ging naar de baas toe en zei, meneer, dit is zo zwaar. Ja, ik heb het al gezien, jongen. En we hebben heel goed uit elkaar gegaan. Maar dan kom ik thuis en ze zegt mijn moeder, nou één ding. Ik wil je niet om huis hebben. Jij zoekt maar werk. Nou ja, dat was me ook om te doen. Werk en verdienen. Ja, wat zal ik. Ja, weet je wat je doet? Je gaat maandag maar eens even naar zuster Huizen gaan. Want ik was 17 jaar en 7 maanden. En dan kon ik op den nood terecht bijvoorbeeld in de verpleging. Nou, zuster Huizen, nou die kinderen mij ook wel, Ulver. Ja, hier ben ik. Wat moeten we? Nou, weet je wat jongen, je gaat morgen maar naar paviljoen 13, dat is een opnamepaviljoen. Ja, ga je maar heen. Prima. Kom ik daar, maar eerst in de keuken. En na 14 dagen keuken, ik denk, jongen, hier ga ik dood. Dan moet ik maar weg. Maar, nee, ik mocht onder begeleiding mee de achterkant op. Nou, en dat was grote zaal, hè, rechts, links, in het middenschip. Er stonden die oude houten bedjes nog, hè, met dat dikke eiken. En daar deed ik mijn eerste ervaring op in de verpleging en zelfs eigenlijk een ervaring die mij het hele leven bij is gebleven. Ja, en ik moet oppassen, anders word ik nog emotioneel. En ja, ook kom misschien ook dat ik weer wat ouder ben. Maar ik had een late dienst met broeder Boonstra. De schoonvader van Jan Baart. Wij staan bij een bedje. Daar ligt een 84-jarige oude man, een oude tedinger. En die was enorm onrustig. En Boonstra die steekt mij, moet je eens luisteren. Ga eens even naar de keuken, onder in de kastjes liggen nog wel kruiken. En die kast, daar en daar, ligt nog wel dekens. Haal jij die eens even op? Ja, is goed, broeder. Ja, je werd dan broeder aangesproken.
Dus ik haal het op en ik kom bij Boonstra en hij legt de kruik. Ja. En hij hoort de dekens over. En het mannetje dat schudt. Ha, lekker. En we hebben hem nu weer gewoon. Hij sliep. Later komt Boonstra bij mij. Hij zegt, heb je het goed begrepen? Dat mannetje was er net. Komt er ergens uit Friesland. Zijn vrouw leeft nog. Moet je je voorstellen. Gaan samen in bed. Het warmt aan elkaar. Schudden. Lekker warm. En je valt in slaap. Hij zegt, hier. Laag onder een ziekenhuisdekentje. En dat was onrust. Nu jaren later, ik heb als hobby gehad muziek maken, werd ik gevraagd om in de kermis te spelen. En dat was een avond waar iedereen een liedje kon zingen, begeleid met mijn muziek. Het was in de pauze, toen denk ik, ik loop er even uit. En ik loop eruit en ik loop naar de richting de Enk. En ik zie in de schemer, het was donker, loopt iemand daar op het gras en die doolt wat meer als dat hij loopt. Ik denk, dat komt vast niet goed. Ik loop er eens heen. Ik loop erheen, ik zeg, meneer, zoekt u iets? En hij komt op me af en pakt me bij de beide polsen. En hij zegt, meneer, kunt u mij helpen, want ik ben de klus kwijt, ik weet niet meer waar ik heen moet, enzovoort, enzovoort. Dat was diezelfde broeder Boonstra. Dement. Ik heb gejacht als een kind, op dat grasveld. En toch teruggegaan en weer speel. Maar over nadenken, ik denk, hè. Want die man, zijn gevoel voor de medemens, en situatief op, hè, die man, die zal wel koud hebben, wat dan ook. En als je daarna gaat, dat we nog zo'n oudere broeder hadden, en we, met, oh goede, met paralytie, met de brom, en dan stond de patiënt dus morgens helemaal bed uit, en die bleef maar rustig, want rotzooi. En, oh, wat heeft dat een indruk gemaakt. En ik ben er altijd gebleven. En wanneer was dat ongeveer? Dat was in 57. 57, want in april 57 zijn we in Geleerd naar Zuiderpavioen gegaan. Want dat werd toen geopend. En in die tussentijd, ja, er kwamen twee nieuwe verpleegsters op Den Noord, kennis maken. Twee rooien, felrooien. De ene is nog rood. En dat was zij en Betty Dietzera. En die liep me over het hoofdgebouw om een gesprek aan te gaan daar zo. En de trein kwam en 13 terecht in de keuken. Dan was het de gewoonte dat je, als je uit de wacht kwam, dan had je uitslapen en dan bracht de keukendienst bracht je om 9 uur een broodje met thee, opdat jij je maar als een echte goede christen je kon aankleden en naar de kerk gaan. Want dat was natuurlijk nummer 1, hè. Je moest, dat deed je dan alleen. Ze was er net. Ik kreeg geen brood en ook geen thee. En ik kwam, ze was niet zo gereformeerd dat ik u bed stapte. Dus ik bleef liggen. En om een uur of 11, ik denk, wat voor een dikke, is me toch wat? He? Ik zal nog eens even. Nou? Dus ik op overvoet, ik beneden onder in de kelder, maar dan zei ze, ze moest brood smeren. Zo ging dat toen, je moest brood smeren. Ik zei, je hebt dat vergeten, hè? Nee toch, ja. Ja, maar sowieso. Maar ik had dat en dat verwacht. Ik zei, maar geef niks. Ik denk, wacht even. Ik zeg, zak je melk met brood smeren? Ja, nee, dat was prima. Nou, en dan ging het gesprek aan en toen kwam die verkering aan. In die zin, ik
denk, ik moet een keer, ik ben er met eens op stap. En ze in de huiskamer ruimde zij de rommel op, onder andere de kranten die er lagen. En ik pak zo laat een krantje en ik zie, wel de bioscoop, een film, Veronica in haar huzaar. Ik denk, daar moet ik heen. Met, dus ik zeg, ga je woensdag mee naar de bioscoop? Nee, dat mag ik niet. Ik mag daar niet heen. Ik denk, nou, ik moet dat hebben dat ze er wel heen mag. Dus al pratende, ze zegt, ik ga mee. Nou is ze me na dit jaar verteld dat ze de film niet gezien hebben. Ja. Ik zat, geloof ik, genoeg aan mij. Alhoewel, ze hoefde niet om mij verleken te zitten, want de verschillende, die hadden al, die hadden, dat zat mooi, slaar, mooi donkerrood haar. Dus waren dan verschillende die, dat was wel achteraan. Ik zal je één ding vertellen, broeder Boos, maar die zei, waar zou ik haar kunnen ontmoeten? Ik zei, dat weet ik wel, zit de kamer in 22, als jij om 5 uur daar bij de kerk loopt zo lang, zo naar 22 gaat, ik zei, dan is de, hè? Dan spreek je daar maar aan. Hij zegt, maar dat doe ik. In die middag is inderdaad om 5 uur bij de kerk langs gelopen. Maar alleen, er hong wat aan haar. En dat was ik. Dus je hebt nog nooit een broeder, hoe vrijgemaakt hij ook was, hoorde schelden. Maar dat was mis. Ik had er al, ja. En zo is onze verkering kom. En toen zijn we, ja, en dan komt het. Ja, maar mag het wel, hè. Want, en dan is ook nog in één gebouw werken. U woonde op de paviljoen 13? Ja. Ze zagen me niet zoveel, want ik had ook een huisadres natuurlijk aan de parallelweg toen. Hè. Dat is nou Beukelaar. Ik ging ook vaak naar mijn ouders toe in, en waarom zagen ze me niet en hadden ze me wel verwacht? Kijk, het was toen in de tijd nog wel gebruikelijk dat je s'avonds om 11 uur een gebed en welterust. Maar s'morgen begon je de dag met een gebed en een stukje lezen door de hoofdzuster. Maar Ulver was er vaak niet. Nou, zal wel thuis zijn. Ja, zo ging dat. Toen wij in Colonne in april naar Zuiderpaviljoen gingen, die werd geopend, ja, toen had je een hele andere situatie. Toen had ik daar mijn kamer op, daarboven in het hoekje. En deze, ik keek deze kant op over het weiland heen. Er waren 2 kamers. En ja, toen was ik ook nooit aanwezig. Of ik was op kamer met haar. En, of ik was bij mijn ouders. Of, maar ja. Zo ontwikkelde het dat ik heb mijn diploma daar gehaald en ik heb als enigste op Dennenoord, of van alle verplegers, iets wat een ander nooit heeft gehad. Het is namelijk zo, als je in dienst ging, dan kreeg je organiek ontslag. En als je terugkwam en je was goed bevallen, dan kwam je weer. Maar mijn vader, vakbondsmannetje, en die kreeg het eigenlijk als eerste aan. Ik kon in dienst, maar ik was in dienst van Dennenoord. Dus ik werd niet ontslagen. Kwam ik uit dienst, moesten me zo weer aannemen. Ik kwam er wel goed uit. Want toen ik in 17 jaar en 7 maanden met de opleiding begon, dan mag je in 21 met 21 examen doen. Maar dat kon niet, want dan was ik nog net te jong. Dan moest ik een jaar eigenlijk overdoen. En toen was het maar het gegund dat ik maar een jaar moest op een request van dokter Dof. Mocht ik een half jaar eerder uit dienst. En mocht ik ook nog mijn examen doen. Dus met 21 jaar had ik mijn diploma. En ben we 22, hè, maar toen ben we getrouwd. En dat liep ons allemaal goed mee. En we kwamen dan in Zuiderpaviljoen.
En die tijd, eigenlijk heb ik altijd gewerkt in de opname. Ik heb wel geassisteerd en dan moest ik eens naar 7 of dan eens naar 15 of wat dan ook. Maar ik kwam toch altijd terecht bij opname. En ze noemden mij vaak een koopman en ze achtten van allerlei titels wel. Maar als je dat dan nagaat dat ik in 61 mijn diploma, geloof ik, 62, daar staat dat wel op. Maar in 67, en toen was het een heel andere graduatie, hè? Maar toen werd ik al waarnemend daar. En toen werd ik dan, en dan word je assistent, hoofd, hè, tot hoofd. In een gesprek zijn we gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat toen er iets vakant was, ik zou bijvoorbeeld hoofd worden van pavillon 3. Maar ze zeiden, we hebben liever dat je het niet doet. Want we willen graag die combinatie boer en jou intact houden. En dat is ook wel heel goed geweest. Ook voor de boer, die zuster boer, die omstreeks de 50e jaren en de overgaan, die is nogal van de kaart geweest. En het was er zelfs zo, als hij eens naar de hoofdvergadering ging en ik las later de notulen, dan zag ik echt mijn regels wel weer. En ze had ook alle waardering voor mij dat ik haar toch wel mee heb mogen doorslepen. Ze is nog eens tussendoor naar Canada geweest. Nou, moest het dan maar vervangen. Alleen, ik heb er zo lang vervangen dat men zei, nog een maand, dan moeten we jouw salaris geven. En je bent, hè? Maar we hebben wat een oplossing. Oh, nou, en wat mag dat zijn? Ik werd eerste A, maar ik mocht niet overbruiken. Want ik was de eerste op Dennenoord. En men was daar ook niet van plan, dus alsjeblieft. Dus ik werd eerst de A en dat scheelt dan een tientje, wat ik dat is moeite niet waard. Niet wetende dat ik een paar jaar later, al fietsende op de hoofdweg van Dennenoord, Joop Hamstra tegenkwam. Ik zeg tegen Joop, en hoe is het met jou? Maar dat is ook een oud-soldaten. Ja, best. Ja, ik zei, jullie zitten ook altijd nog maar in het sanatorium, hè? Wout en jij. En verder een gesprek ontspon zich. Toen zei Joop, ik zal jou wat vertellen, Mulford. Maar dat mag je niet doorvertellen. Nou, ik zei, vertel het. Hij zei, ik ben eerste A. Maar ik mag het aan niemand vertellen. Zo ging dat. Maar uiteindelijk, ik heb er een goede werkring aan gehad. Wij hebben maar ons gezin daarvan kunnen stichten, eigen woning, we hebben ons leven goed van kunnen redden. Maar alles heeft dan zo zijn geschiedenis. En je maakt mooie dingen mee, je maakt ook minder mooie dingen mee. Je hebt ook dingen waarvan je zegt, ik heb het wel gedaan, maar oeh, als dat misgelopen was, dan was het niet best geweest. Nee, dat is ook zo. We nemen een jongen van 18 jaar op die mij heel goed kan vertellen hoe hij in zijn leefomgeving leeft, dat ik denk, ja, dat is geen gezonde huishouding. En dan kom je op de achterkant en dan zit je daar. Ja, dan heb je wat tijd om te denken. En nog eens met die jongen gepraat, dat klikte in die zin dat ik, en ik hoorde dat hij misschien morgen al wel naar de voorkant ging, of al binnenkort, dat ja, nee, het zat nog wel wat vertrouwen erin. Ik zit in die jongen, ik zeg, moet je luisteren, loop je met me mee? Hij zei, jawel. Ik zeg, moet je luisteren. Daar staat mijn fiets.
gaat zo, en dan ga je linksaf en dan rechtsaf, tien ons weer heen. Daar woon ik, daar ga jij heen. Ja, maar dat wel, ik zeg, ik weet niet, ik zeg, god, als jij mij een loer wil draaien en je doet gek, dan kan ik mijn werk wel. En hij is heen gevist naar Trij, en dat was de 11e van de 11e. En dat was een 71. Want Trij lag met gebroken, die knieën waren gebroken geweest. We hadden een ongeluk gehad in 71. En dan zit Trij thuis met twee kleine kinderen. Die al die lampionkjes zien lopen. Dan kun jij je wel voorstellen. En ja, zou wel een oograad lopen. Ik heb die jongen gezegd, jij gaat met mijn kinderen zet maar op. En hij is teruggekomen, zo. Maar wat een gok. En dat is, hè? Laat ik hem nou later voor de televisie terecht zien. Uitzending radio, TV Noord, als de eerste rattenvanger van Groningen. Dat is, hè? Ik zeg, maar dat is Jan Volkers. Die is rattenvanger van Groningen. Dus hij is toch wel weer goed terechtgekomen. Ach. En ja, jij hebt ook wel eens weer leuke dingen als ik dat denk, hoe ze ons bij de neus namen. Komt een alcoholist. En ik kom voor de zoveelste keer. En dan zeg je, Jan, kom maar mee, jongen. Daar is isoleer. Alleen, Jan kwam met zijn hondje. En dat was een moeilijkheid. Wat mogen wij doen met een hond? Ja. Maar je zit dan op dat moment en hij in isoleer en je zit met een hondje. Ik zeg, jongens, een hondje moet maar in isoleer. Een hondje is in isoleer, maar... S'morgens om uur, zegt ze, klap Jan. Hij zegt, het hondje moet pissen, je moet eruit. En ja, toen wist de wacht ook niet, wat moeten we nou doen? Nou, zei Jan, helemaal geen punt, moet je luisteren. Hier is gras genoeg, ik loop één hier op het gras. En ik kom direct weer in het hondje erin, denk ik. Maar ze hebben Jan en het hondje nooit weer zien. Maar die gingen wel door. Dus, dat, en dan keek ik later op om lachen. Dan denk ik, hij heeft dus adem bij de neus. Hè? En ja, ach, nog wel een anekdote. We hadden nogal als vakantiehulp. En daar waren jongens bij, die ene voorzit en andere. Die kon zich redelijk wel aanpassen. Er was één bij en die zeurde steeds om medicijnen. Ik kan jou geen medicijnen geven. Ik zou niet weten wat, hoe. Ja, geef mij nou ook eens wat. En het lacht hem daar allemaal toe. Ik denk, nou, dit komt niet goed. Misschien pakt hij toch wel een glaasje. Ik vond het moeilijk hoor. Nou, totdat hij weer komt. En de taak van ons was dan medicijn klaarzetten. Dat was een hoogbroeder die deed dat wel goed. Ja. Komt hij weer. Ja, en wat doe je dan? Ik zeg, nou, hoe is het luisteren? Jij krijgt van mij medicijn. Mijn mondje dicht. Want als ze hier achter komen, is mijn baantje. Pst. Dit, want ik kan niet maken. Hij zegt, nou, wat? Ik zeg, hier heb je 5 tabletjes, alsjeblieft. In één keer in, morgen praten we er weer. Nou, hij had alleen maar schoolmannen als morgen. Het was 5 Dulcolax. Dus die verdeert die nacht, de hele nacht op de wc zit met kramp. Hij heeft nooit gevraagd om medicijn. Maar er was geen patiënt dus. En er was personeelslid. En hij kreeg van mij 5 Dulcolax. Ik heb hem ook nooit weer zien. Dat vind ik ook wel leuk. En ja, wat maak je, nou vind ik eigenlijk, maar hoe was het nou verder op Dennenoord? Kijk, ik heb natuurlijk heel veel directeuren meegemaakt, maar bedenk wel dat ik heel veel van overlevering heb. En die
die directeuren had ik niks mee te maken. Want mijn meerderen, die, hè, dat was allemaal op hoogte dat men communiceerde. Dus wat, kijk, ik weet toevallig dat dokter Wetter een wettisch man was. En hij werd een keer neergeslagen daar achter het hoofdgebouw. Door die, en die broeder die werd ook op staande voet ontslagen. Het was een kwestie van belopen van woningruimte en weet ik het wat. Maar en die is broeder af, is jaren bij Kweker Tijdens is hier geweest, dat was een kooistra. En ja, maar tot in de finesse, dat weet je dan niet. Maar dergelijke dingen, die kwamen voor. En ik heb ook meegemaakt natuurlijk, ja, wie werd toen directeur? Nou, dan had je Dof toen ik in dienst zat. Dat was een soort aristocraat die mij ook zeer te willen was door een request te schrijven. En dan gaat met ceremonieel, ik moest bij de commandant komen en dan ligt dat daar voor je. En, nou, en ik, u mag dus nu uit dienst. Maar het, als er wat aan de knikker is, moet u alsnog die half jaar is er wel, ja, nee, is prima. Het was toen zo in de landen dat men, ja, net als nu, verpleging tekort had, zorg tekort. En vooral, ja, er, ik ben er toen een paar jonge meisjes vermoord. Nou ja, dan begint het leven dat men, ik mocht hierheen. En ik kon dus toen mijn dubbele diploma halen. En ik heb dat Schroor natuurlijk ook meegemaakt. Kijk, en die heb ik wat meer leren kennen. Omdat ik toen ik in Zuiderpaviljoen in begin, we hebben een driemanschap daar gehad als psychiater. Dat was Redijk, Buist en Schroor. Dat waren drie goede kerels in die zin. Zijn niet hun eigen kunde. Dokter Redijk was een rustige man, getrouwd met een dominee. Dominee Redijk Boersma was het dan later. Hij, ja, hij, nou, dat hij nou zo predikte, nee, maar hij nam wel de tijd en rustig kon hij bij, ook bij een patiënt zitten. Dat hij, ach jongen, nou, die nam dat de tijd. Die had dokter Buis, dat was meer een driftkopje, een avant terrible, die ontzettend veel wist van medicijn. Dat is zelfs zo dat Redijk en Schroor op klaar zijn. Wat voor combinatie had jij gedaan, Gerard Buis? En dan zei hij ook, oh, 150 van dat en 100 van dat en dat. En dan ging men ook mee in zee. Men liet er graag aan hem over. En dokter Schroor, die nam een stuk van zijn opleiding mee. Kijk, als je vroeger psychiater werd, dan werd het heel vaak, studeerde men op kosten van de vereniging. Dus vanuit Bennekom. Maar dat hield wel in dat je 6 jaar moest natekenen. En je maakte dan ook verschillende dingen, liepen ze naar stage en dan kwam men zo naar Ben. Maar Schroor, de opleiding was toen 2 jaar neurologie en dan nog 4 jaar voor psychiater. Aan de anderen heb ik eigenlijk nooit gemerkt dat ze eerst die 2 jaar neurologie, dat zat niet zo in beeld, maar Schroor wat meer. En dat heeft hem ook successen wel gegeven. Dat hij zegt, hier is meer aan de hand. Dat hij op tijd dokter Sikkersen, Universiteit van Groningen, aantrok. Terwijl men dat eigenlijk niet heel zo leuk vond, want onze hoge mensen zaten op de verleerskliniek. Want dat hoorde bij de vereniging van Den Noord. Nee, ik heb oude Kraus ook nog wel gekend, maar Sikkers, en dat hij met Sikkers overlegde en dat daar inderdaad sinussen daar en de mensen die werden geopereerd, die, dat hij op neurologisch gebied, dat hij dat, alleen met Schroor liep het jammerlijk af. Ik heb dat bewust wat meegemaakt,
dat men zei, we moeten een nieuwe directeur hebben. Nou, doe jij dat nou, Schroor? Dat Schroor zei, ach, dat voel ik me eigenlijk niet zo geschikt. Maar als jullie mij willen helpen, dan moet je me echt niet laten zitten. Nou, hij heeft het geweten, na een jaar was geen één meer die hem steunde. En ondanks ik persoonlijk met Schroor niet zo goed overweg kon, er was nog wel eens wrijving in woorden, gebeurde het me toch dat ik naar huis fietste, over de hoofdweg, en hij kwam van huis af en hij stapte daar van de fiets af. Hij zei, Nonkers. Hé, Schroor. Hij zei, hoe vind jij dat nou? Ik zei, pardon. Ja, ik ben de directeur geweest en dan moet ik weg. Of ze willen me weg. Ja. Nou, ik zeg, de manier waarop is niet leuk, want ik weet, dat we hierover begint, weet ik dat je alle hulp is toegezet, maar die heb je niet gehad. En het was nou u hoor, het was een afstand, hè, heel netjes. Ik zeg, en wat ik niet leuk vind, dit is niet de manier. Nee, dat wou ik even van je horen. Oh. En hij denkt, hij praat er wel verder over, jawel, ik sta er ook niet onder stoel, maar bang. Maar dat was ook zo. En Schroor is weggegaan, is naar Leeuwarden, heeft daar nog psychiater geopereerd. Omstreeks 1980 was dat. Ja, ja. Ik weet die naam niet, dat hij, toen hij wegging, maar toen ja. En toen zat ik al, want kijk, mijn opleiding was zo, hetzelfde paviljoen werd steeds veranderd. Maar als je daar, dat is ook, vind ik ook nog wel leuk. Kijk, in april loop je in het geleerd in een nieuw gebouw, hetzelfde paviljoen. Vrouwenkant, mannenkant. Nou, dat is eerst dat. Wij kregen een hoofdzuster, zuster Loos, die had nog nooit met broeders gewerkt. Nou, dat moest ook aan wennen. Maar zijn ze, het is een kring. Een kring. En hoe, nou, wees op je hoede. Oh. Ja. Nou, ik moet je zeggen, het was een van de vijfste hoofdzusters, want we hadden ook een oude broeder bij ons, broeder De Rood. En dat was in tegenstelling tot de Boomstra. De Rood, dat was onmens. Doerak. En die zat altijd op de loer. Nou, wij hebben 5 jaar verkering gehad, moet je eens luisteren. Ik had een mooi kamertje en Bert was breed genoeg. He? Dus wij samen op naar de boom, maar we moesten wel over die gang. En als die wacht had, dan zei ik, nou, morgen vroeg om 8:30 moet nog eens weer op kantoor komen. Bij zuster Loos. Nou. En dat gebeurt dan ook. He? Dan moest ze af en toe en moest ik daar weer komen. Nog eens. Wat moet nou weer? Is het weer zover? Ik zie ja. Die man had weer niks te doen, hij zei, er weer lopen. Ja, inderdaad, hij is hier geweest en je bent er weer, nou, we praten over de koetjes en kalfjes. En zei, ik zei, nou, ik kreeg vanavond weer, ik mocht van naar de afdeling gaan. Ik bij haar op kantoor, dan was het ongeveer om 8:30, ik liep van haar op kantoor. En nog hoor ik haar zeggen bij de deur, Nonkers, denk erom, ik heb jou op matje geroepen, moor. En dan lachten ze zich slap. Met andere woorden, die lelijke rotzak, die heeft jou erbij gedaan. Maar ik wil daar geen gedoe te meer. Maar, dus ik ging de afdeling op en dat was, verdomme, die kerel dan ook weer. Zo liep dat toen. En, mooi man. Maar ik kom en zeg, maar zuster Loos, had nog nooit met broeders gewerkt. Nou, dat hebben we wel los. Broeders, die kon bij haar geen kwaad.
En dat heeft ook geleid tot op een gegeven moment, toen wij in het begin daar in Zuiderpoort kwamen, toen moesten we helemaal boven, daar stonden lange tafels, dat was de huiskamer en er werd ook gegeten. Er was er nog geen eetzaal. En dan moet je je voorstellen, dan zit je daar met 10, 15 verpleegsters en dan zit je daar met drie jongens. Nou, en we lusten er wat. Jongens van 18, 19, 20, toen maar. Doe er niet voor de tweede keer op zich. Totdat wij de kop bij me staan en zeiden, dit gaat anders, morgen. En is lekker. Dat is onze tweede. En wij hadden daar voor de tweede keer opschep. Ja, die zuster moet een keer, maar die moet allemaal netjes wachten tot die jongens op waren. Maar broeder Knol en Veldman en onkels, die ben wel zat voor die middag. He? Ik kom maar zeggen, maar zuster Loos, die had ervan genoopt. Kijk, en dat was prima. Nou, dat was het begin. 13 in het paviljoen en dan op een gegeven moment word je geconfronteerd dat men heeft besloten gemengde verpleging. Nou, iedereen ziet beren op de weg en dat ging niet met gejuich, terwijl het zo soepel is verlopen. Was dat in de jaren 70? Ja, dat was in de jaren 70. Ook in die jaren, dat op maandagmorgen. Peter Kits en de Jong. En ze kwamen allemaal met spijkerpakken aan en spijkerbroek. Zonder stropdas. Over hem. Dat was. Want we liepen me altijd nog in witte jasjes. Nee, dat was. Daar moest je er wel even. Daar moest je even wennen. En. De grote winst zat erin dat de communicatie beter liep. Ik hoefde niet meer bij zuster Loos aan de deur. Oh god, is ook mannenstem, is een dokter. Oh nee, nou. He? Daar is heel wat tijd mee verloren gegaan, helaas. De toegang in de wederzijds. Dat liep prettiger. En toen. Maar goed, Zuiden Paviljoen ontwikkelde zich in een opnameunit en dan dit en dan dat. Dat uiteindelijk in 82 is het als opnamepaviljoen opgeheven. Toen was mijn functie van die na dat ik dacht, eerst de anderen, allemaal een goed plekje. Nou, voor mij hebben ze ook wel wat, anders ga ik deuren zo. Ja, dan weet ik het. Toen kwam de. Hij was eerst sportleider, toen psycholoog, toen. Een van de vier rayonnen op, dat was Steester, die kwam. Moet je eens luisteren, Hulbert. Je moet een plekje voor je hebben. Ja. Zou jij nog weer willen leren? Zou je op een gegeven moment in Groningen willen werken? Voel je jezelf een voortrekker? Ik zeg, waar heb je het over? Nou, wij willen een dagbehandeling opzetten. Een deeltijdbehandeling. Oh. Ik zeg, en hoe hadden jullie dat gedaan? Ja, dat weet ik niet. Maar het is al in de landen. Ik zeg, dan ben ik het wel. Ik denk, dit moet niet laten nog glimmen. Dus, ik ben ermeloos. Ik ben met verschillende inrichtingen bezocht. Hoe is het bij jullie? Met, daar is de Hartog was erbij, de keizer ging mee. Nou, de ene keer ging die mee en de andere ging die. Voor mij was het even moeilijk. Er moest ook onderbouwd stuk geschreven worden voor de directie dan. Nou, in schrijven ben ik niet zo. Nee. Maar ik denk, ik heb Peter Hartog. Peter Hartog is een mannetje. Als jij één A4'tje nodig hebt, dan heb jij drie nodig. Nou, ja, dan ben je klaar.
Dus die heeft geholpen en die heeft geschreven. En die, dus dankzij hem over nou een onderbouwde sukkel moet niet meer te schrijven, maar dat is. Hè? Bedankt, Peet. Zo was dat. En later, toen ik die deeltijdbehandelingen langer had, in 82 is hij gestart, in juni. 87 is de helft naar Groningen gegaan. Maar toen vroeg ik eens. Ja, steeds, dat was het nog. Ik zei, maar hoe kon je mij daarin zetten? Maar ik wou niet naar Groningen, ik wou niet leren, ik wou dit niet. Ik zei, er was heel wat concurrentie, hè. Want men wou allemaal dat ik die functie van die dingers wil hebben. Alleen, ik had niks, dus men moest mij nog op een plekje zetten. Nou, zei ze, zal ik je heel eenvoudig even vertellen. Die drie dingen wou je niet, dus de rest. Wat we ook bedacht, wou je wel dan. Ik zei bedankt. En zo ben ik daar in die deeltijd rond. En dan krijg je te maken ook met allerlei verschillende psychiaters. En dan leer je ze ook kennen. Want er laat bijvoorbeeld een afspraak dat ik als broeder van de deeltijd op consultatieve, op consultatieve basis elke psychiater mocht aanspreken voor hulp. Want ik had wel eens vragen om 3 uur, 4 uur, ja, maar jij gaat met ouderen niet naar huis. Ik vertrouw er niet. Of jij knoeit met medicijnen of dit. Nou, en de ene, goh jongen, ik kom. Ah, heb je een kop koffie? Hè? Maar in. Die eerste, ja, die had nog weer een andere naam. Maar er was een psychiater, die dacht voor 4 uur moest hij thuis zijn van de vrouw. Dat moest ik werken. Hij met de pest in, erbij. Ja, wat moest ik nog? Ik zei, nou zorg jij dat de man opnaam, dat hij opgenomen wordt. Sinds hij niet, maar dan ben jij verantwoordelijk. Nou, die verantwoording wil hij niet nemen. Dus hij luistert, zoekt een plekje. Dat was toen ook niet makkelijk. Dus dat was wel, we hebben een behoorlijke spanning gehad. Kijk, en in 90 woon ik, daar had ik de eerste hartaanval toen. De gezondheid liep me toen ook in de steek. Ja, later wel aardig goed gaan. 90, 95, weer ziekenhuis. Tot ik hier kwam, want toen vond bij mij met een hartaanval. En ik ben 82 ook een poosje meter, maar ondanks de corona. Maar zo loop je. Hè? Maar als jij nog namen hebt van den Noord en zegt, ja. Dat leeft een beetje, of er zweeft wat omheen, dan kan ik mijn mening, maar gebaseerd op wat ik eventueel van pa wist, of van, hè, dan kan ik er wel iets van vertellen, maar niet, niet omdat ik het dan meegemaakt heb. Kijk, ik heb natuurlijk één ding wel op den nog meegemaakt, en dat verhaal heb ik je. Oh nee, toen was hij net bij de derde, geloof ik. Dat is nog met die kaping van die mensen. En daar kan ik me nog geen plaats geven. Ik heb Heisman nog niet gesproken. Ach, je probeert een keer wat te doen. Maar ik moet opschieten, want anders weet ik het niet meer. Maar hoe kon op Dennenoord zo'n actie wezen? In zo'n geheimhouding dat niemand het mij na kan vertellen. Dat is er gebeurd op Dennenoord, op dat moment. Waar heeft u het over? Juist, hele goede vraag. De kaping was aan de gang. Wanneer? Van de Ambonees. Dat is nu 30 jaar geleden. Dat heeft laatst dan weer in de krant gezet. De ME was druk in de weer om die hele afwikkeling van wat dan ook. Maar wij zaten aan de kant. Laat me nog eens de vrouwenkant noemen, met 3 Ambonese meisjes, die verkondigen, woensdag komen de jongens en die bevrijden ons hier weg
En we zullen jullie wel krijgen. Nou, en dat is Van Leeuwen gaan leiden. De burgemeester werd ingeschakeld. De burgemeester via zijn lijn probeerde van ME een paar jongens te krijgen die om die tijd bij ons dan de boel zou bewaken. Maar ze konden geen mensen missen. Dus hij moest met de plaatselijke commissie. Dus wie zagen wij lopen? Burgemeester. Dat kan een gieter, geloof ik. Kan dat? Ja. Ja, kan. Dus een klein kindertje stond dat je later naar Italië schijnt of leven. Maar Huisma was gemeentesecretaris, die moet eigenlijk wel weten, denk ik. Ik moet het toch een stukje vragen. Want de actie kwam zo dat tegen tijd dat het bezoek was, de Zuiderpaviljoen, en je liep rechtdoor, daar waren wat kantoren. Op één kantoor zat de burgemeester, er zat directeur Schroor. Zeer nerveus, want die was nogal van aan de nerveuze kant. Ik werd geroepen om met politie Berga de afdeling te keuren, naar te gaan, voordat het bezoek loskomt. Dat hield in, waar zit hier de achterdeur, waar zit hier de ruim, de vluchtruim, waar zit dit en waar zit dat. Als ik met je meeloop, zegt Berga, ik heb de revolver helemaal klaar. En gebeurt er wat? Jij, of je duikt onder bed, of je maakt dat je wegkomt. Berga was een agent met een verhaal. Die was overgeplaatst van Zuid-Drenthe naar Zuid-Laren. Want die had in Zuid-Drenthe ook al een van de trap afgeschoten. Met bedreiging, maar goed, hoe dat zat, dat weet ik niet. Maar dat boom van een kerel. Ik zei, vertel je, ik heb er niet prettig lopen, hoor. Met mijn witte jasje aan. Wat dan heb je mijn witte jasje nog aan. En dan liep je, en hij liep daar. En ook tijdens het bezoek. En ik liep mee. En die meisje liep naar in bed en doet wat te giegel. En er zaten drie jongens. Maar in die tussentijd was die busje van die jongens was al helemaal, ben ze buiten gekeerd, gekeurd. Hoe? Ik word wel eens weet, maar ik kon niks zien in dat busje. Maar zo wist ze mij wel te dat ze geen wapens hebben. Oh. Maar goed, dat liep goed. Nou, maar er komt de nacht, ja, en dan moet bewaking. Ik weet niet, hebben er nou agenten in diezelfde boom gezeten of in de, nog een hoger? Want er werd maaltijd geregeld. Er werd geregeld op een bezetting dus. He? Nou, alles eromheen, hou je mond, hou je mond, hou je mond. Want je moet geen kranten, je moet niks bijkomen. Is ook gebeurd, want tot de dag van vandaag heb ik nog nooit een van jullie gehoord over hoe was het in die tijd van de KV. Er was een bezetting van het Zuiderpaviljoen. Ja, drie patiënten van het Zuiderpaviljoen, twee of drie. Ja, die meisjes, ja, ze zonden ook, als ze nog leven, zonden ook de jaren 60, 70, dat weet ik het. Meneer Nogges, wanneer is uw carrière gestopt? 94. Ik was een van de 50, of 52, hoeveel mensen zijn er toen met de regeling uitgegaan. Het is me nog nooit duidelijk wat die regeling heeft opgeleverd. Volgens mij niks. In Assen moesten 50 uit en Waarmorgen moesten 50 uit, Dennoord moesten 50 uit. Ja. De reden, financiële herijking zeker, maar een paar weken later liepen de jongens, die liepen de halve dagen. Nou, dat kun je mij niet vertellen dat dat goedkoper is, want alle, hè? Die kwam al meer halve dagen en alles veel meer. Dus, ik heb ook nog een mooie anekdote van het Zuiderpaviljoen. Ah, die heb ik er intussen doorgegooid. Broer de Boonstra ging met haar mee, maar ook broer de Groot, die niet zo best stond. Broer de Groot was een beetje een dandy. En die woonde aan de Schipborgenweg. Als hij overstak, was 200 meter, dan was hij op zijn werk. Met de fiets bij de boerderij langs, hè, die er toen nog was.
was even verder, maar ook niet. Mijn broeder Rood kocht een auto, halfweg 57, een oude Panhard, een Franse wagen. Alleen je moest voor Ben wel bekleed worden. Nou, dat heeft gebroeder Drent en de manufactuur hier in Zuid-Laar. Die hebben hem helemaal mooi met ribfluweel bekleed. Meneer kwam met auto en die werd gestampt voor het hoofdgebouw. En dan liep hij naar het Zuiderpaviljoen. Laat ik je vertellen, na 2-3 dagen kwam het telefoontje door de van de waarnemdirecteur, dokter Van Enk. Er is een broeder met een auto. En die wordt hier gestald voor het hooggebouw. En dat kunnen we toch niet toestaan. Dus het autootje moest weg. En die kwam toe te staan bij de badkamer aan de Zuiderpaviljoen. Want iedereen moest hem natuurlijk bewonderen. En elke en die moest er weer omheen dansen. Maar dat was de eerste auto die kwam op Den Noord. Zelfs de dokter dat nog niet, die kwam ook een fietsje onloopt. Dus het werd ook niet gegund? Nee. Ja, nee, nee, in die tijd, nee, dat kon broeder, dat kon, die kon toch niet met een auto, nee. U heeft heel veel verteld, meneer Jonkers. U heeft ontzettend veel verteld. Zullen we het hierbij houden nu? Of had u nog echt een verhaal wat u nu wilde vertellen? Nee, ik heb nog wat overgebleven dingetjes van Den Noord, zo. Die heb ik van grootvader en van mij, waarvan ik zeg, als het waarde heeft voor, of tentoonstelling of wat dan ook. Om, je sprak toen over beeld ervan maken. Ja. Ach, maar gerust zien. Weet je wat zo jammer is? Er zal geen één van de kinderen weten die zeggen van pa. Die zeggen gewoon, als er met jullie wat gebeurt, dan zet een container neer en miet een heleboel erin. Dat zeggen uw kinderen? Nu, ja. Ja. Want de tendens is zo. En als ik dan met Pepietje kom van Den Noord, dat ik saai verhaal heb of dit of dat. Wat maakt hun dat uit? Het leven is anders. Ik zeg niet goed en kwaad, nee. Het leven is zo veranderd en ik ben meegehoppeld. Wij zijn meegehoppeld. Dankzij haar bikker nog. U heeft daar bijzonder beeld net over verteld. Als er dingen zijn waarvan je zegt, je bent straks of wat dan ook. Ik ben altijd bereid om. Er zijn ook artikel die linkt er nog van mij, hè. Ik wil maar zeggen, dat is ook allemaal flirt, maar dat is, ik heb dan een krantje link, dat is Donkers een koopman, niet een verpleger, koopman. Ja, mijn hobby was organist. Ja, organist. Nou, ik heb met muziek en ik wist het zo te maken dat men mij vroeg. En daar stond wat ding over. Ik heb het. Durf het nou wel te zeggen, in 83, 84 netto meer verdiend aan muziek als op Den Noord. En ik ga je nou een mooi ding vertellen. Er wordt een jonge man opgenomen, echt een borderliner, een moeilijke jongen. Het was een aangenomen kind van familie de Jong uit Groningen. Meneer de Jong, heel correct, zegt op donderdag, zou ik mijn zoon op kunnen halen voor het weekend, maar als het misgaat, meneer de Jong, ik laat u niet in de kou staan, u belt, wij halen hem op. Een poosje daarna, ik nam nog wel eens met muziek een conferencier mee, die belde mij vanzelf vanuit Assen, hij zei, ik sta hier, zeg, ik ben hier net geweest bij de belasting en daar ligt jouw foto naast. Oh. Ja, ik zeg, geef wel wat op, maar niet alles, maar hoe moet dat hebben? Nou, nog eens over nagedacht. Ik denk, ik heb het. Meneer de Jong,
is niet gewoon belastinginspecteur, maar er was een hoofdinspecteur van belasting. Ik die man wel. Meneer de Jong, moet u eens luisteren. U kent mij. Ik ken u. Maar wat moet ik? U weet, zwaar werk. En intussen, als ik eruit maar met orgeltje en mensen daarmee mijn plezier doe, mijn lust in het leven, krijg er ook wel eens een patiënt voor. Meneer de Jong zegt, moet u eens luisteren, nonkens. Wij moeten u wel kennen. U mag best eens 1, 2, 3 vergeten. Nou, ik heb verkeerd verstaan. Ik heb de 1, 2, 3 opgegeven. Ik kan wel zeggen. Ik denk van, ik kan me ook bij pantoffeltjes aan in huis zitten. En niemand wat dan. Ik moet er ook wat aan overhouden. Maar ik heb er goed, ja. Zo kun je wat beleven. Dank u wel voor uw mooie verhaal. Dank u wel.